Sorry voor de onderbreking, maar zoals ik al zei, ik weet niet zeker of ik genoeg ruimte om haar schijven om op te slaan. En dat was dus niet, dus nu moet ik hem opnemen. Ik zijn aan het schijven. Nice! En wat ben je allemaal aan het doen? Maar in ieder geval, ondertussen hebben wij even Snowbio gevonden. Het was helemaal geen dood door die desert of zo. Die wordt een beetje strong. Toen kwam ik weer in het groen gedeeld en daarachter was die bos. Daar heb ik de Chaplin net meegenomen. En toen ben ik snel teruggekeerd en toen trapte ik weer uit. En hé, je hebt een voetje. En oh, shit. Ik moet een spelerkantje gekomen, omdat mijn externe schijf niet was. Ik heb zoveel mogelijk dingen kunnen verwijderen, maar dat was echt vol. Hebben we nog niet het Mindtime archief verwijderd? Nee, waar? Nee. Alle filmpjes van vroeger? Nope. Alle filmpjes van vroeger had ik al lang verwijderd. Ah. Ja. Die zijn allemaal al groot leuk, hè? Ja, dat weet ik, maar ik dacht, wij bewaren die allemaal. Dat is allemaal heel computer. Heel veel. Mijn computer was vaak vol, door alleen maar al die filmpjes. Als ik mijn 500 schiet... schijven in de straat krijg... dan, dat was gewoon een bewaarde. Dan was ik gewoon al mijn geld besteed aan harde schijven. We kunnen de komende 3 jaar vooruit. Maar dat moet ik niet. Maar dat doe ik niet. Per maand, hè, Spas, omdat wij dan 5 uur filmpjes maken. Per maand is, gaat er sowieso ook gewoon een filmpje voorbij. Zou ik zeggen? 200, nee, 150 gig per maand aan filmpjes, hè. Oké, dan kunnen we... Een maand, dan kunnen we... 1 jaar, dat is dan... dat is 1 terabyte, meer. Bijna... 1 zevende terabyte. Dan kunnen we 3 jaar doen met jouw hardschijven. Als je zo kopen, maar dat ga ik dus niet doen. Maar je kunt ook voor 70 euro een externe harde schijf of een harde schijf kopen voor 1 terabyte. Beter. Ja. Dat zijn ook wel goede koop dingen, goede kopen schijven. USB-stickers van 4 gig. Ja, Als ik... Ja, kijk, als ik hier... Probeer jij die onderste reis even te plaatsen, want ik word er niet goed van. Welk onderste rij? Die hier aan hangt? Ja. Wil je ook die Enderman? Ja, ik zal hem. Oké, onderste reis geplaatst. Echt? Ja. Kun je aan de andere kant ook doen als je nog genoeg hebt? Ik heb niks meer. Oké, dan kan ik even doen. Je moet het hele dak gewoon zo helemaal oplopen. Ja. Maakt het wel echt nieuw. Kun je beginnen met mijn huis? Ik heb wel even slapen. Oh! Ik ben nog nooit gelukt om mijn bal te breken door... springen en... Oh, dan krijg je schade over de bed van. Saai. Ik heb niet zo heel superveel, hè? Dan maak ik het bij. Ja, maar ik heb ook geen hout meer. En deze is ook voor jou. Sugar cane to you. Hoe lang moesten we nog? Een uur en 20 minuten, toch? Ik weet niet hoe lang. Ja, dat zei ik tegen, 1 uur en 20 minuten. Oh ja, dan nog 1 uur en 20 minuten. Ondertussen nog 1 uur en 1 kwartier denk ik, maar we maken het nog gewoon 1 uur en 20 minuten van, dus zijn we om. Kijken. 1 uur en 25 minuten doen we even, dat is makkelijk te uitrekenen. 10 uur. Nou, ik moet nog mijn schoorsteen bouwen, hè Jordi. Half 5 is een beetje laat. Ik heb bijna mijn gebouwtje af. Oké, de rest kun je goed mezelf bouwen. Ja, ik hoop het. Want jouw computer is gewoon afgesteld op een height limit waar je niet overheen kan.
Nee, dat niet. Ja, ik heb best veel wol trouwens. Ja? Kunnen we een molletje maken? Oh, en we hebben kippen gevangen. Zie je? Niet gecheat. Ik kan het je bewijzen. Kripper. Daarmee kan ik het niet bewijzen met een kripper. Die kun je toch gewoon vangen? Ik heb geen eieren. Hier met jou, op zijn smoel. X-skills. Cool, je kunt ook met X wegvechten. Dan word je steeds sterker met X. Met je X. Oh, dan krijg je eigenlijk misschien 2 eieren voor... Waar? Nou, dan gooi je zo'n ei, dan vang je er één en dan krijg je 2 eieren. Huh? Zo. Waar zijn? Ik heb jou niet snap. Maar ik maak even een tijdelijke chicken farm hierover. Hé, hey, wacht, die heb ik al eentje. Zo. Zo. Sluit je ze nou een op? In een kamer die nog niet af is boven. Waar? In het huis. Groot huis. Oh, ik dacht die farmtje. Van schimmel. Nee, geen schimmelvarm. Wat is het dan? Geen schimmelvarm. Wat? Geen schimmelvarm in ieder geval. Hé, er zijn mushrooms die rooien. Waarom groeien die rooien bijna niet? Omdat je maar onder hele... hele specifieke... Die groeien alleen maar op mycelium. Ja? Dan zijn we gelimiteerd naar rooien, tenzij we een grote ondergrondse donkere kamer maken waar ik grote dingen in kan laten groeien. Is het daar? Ja, dat kan ik zie laten groeien door grote mushrooms. Hoe krijg je die grote mushrooms? Gewoon mushroom en dan boom je erop, hè? Dat heb ik ook al ooit een keer geprobeerd, maar het werkt hier niet. Dan heb je het niet goed gedaan. Dan zijn we niet meer in deze update is. Dat is tegenwoordig niet meer. Ja, dat is al. Ja, ik denk het wel hoor, dat is niet meer. Nee, dat is niet echt. We moeten een netherportal maken. In de nether kan het volgens mij wel. I got the pumpkins. Ja, we moeten echt een netherportal maken. Ja. Hoe maak je zo'n ding eigenlijk ook alweer? Waar? Wow. Jij slecht jongetje. Ik survival nooit. Nee, dat merken we. Ik ga een pumpkin ball maken. Wanneer wordt mijn huis gebouwd? Ik ga even in de hoekje zitten. Ik ben zo terug. Ik moet even naar beneden zoeken. Jolly.
Jordi? Jordi? Ik ben er weer en ik heb boeien meegenomen. Hoe maak je een caldrone? Wat? Een caldrone. Een caldrone. Een caldrone. Wat? Een caldrone. Een kartron was dat? Een caldrone. Wat is een katrone? Een caldrone. Een caldrone. Een ding waar je water in doet, wij doen naar ding. Zit hij dan meteen? Ja! Dat is een kardrone. Een kartron. Een kartron. Ik weet niet hoe dat ding heet, ik weet wel hoe je het maakt. Een kaldron. Een ketel heet zoiets, Nicky. Een pruttelding. De ijzer? Nee, dan denk je zelf. Ja. Ik heb hout nodig. Invasion of hout en zeppelin dingen nodig hebben. Something epic bone hook adventure. Ja. Ivan. Oké, maar mijn huis is bijna zo af. Heb je zo'n nodig dan? Ik heb mijn huis. Nou, ik heb er één. En ik heb 3 broeingstijls nodig. Caldron heet zoiets. Hier alsjeblieft. Dat ding is klein! Wacht even, ik moet echt. Oké, ik heb nou ook alweer wat bricks. Ik heb weer wat bricks en waar heb ik nog meer eigenlijk nodig? Maar ik ging hout halen. En je krijgt never nog de vergroening staan. Waarom niet? Ja, even naar de nether. Ja. Ik wil dan 3. Voor mijn huisdecoratie. Wat is mijn huis? Maar ik laat even deze stenen, dan ben ik er vanaf. Ik kan ze ook aan mij geven. In deze fundering, ik zou op de plaats die kadronen in mijn huis.
Die calzone. Pizza calzone. Kun je dan even wat hout beginnen maar hakken? Oké, okay, dan krijg ik nog eens. Maar wat zoals huis? Hout. Had ik het nog niet gezegd, je krijgt een houten huis, nee, ja. Nee. Waar heb je hout nodig dan? Om mijn dak te maken. Ja, ik heb gewoon wit hout. Al daarvan. Ik moet nu eigen stenen leggen, dan kan ik al wat uitmeten hoe groot je huis wordt. Dan ga ik lekker even slapen, dan kan ik beginnen met eten. Okay, ik heb 12 sandstone. Ja. Even wennen. Ik heb 12 sandstone. Even denken, wat moet ik ook weer pakken? Nee. Sandstone. En wit hout. Shit. Sandstone, wit hout en sugarcane. Al het wat van gewoon hout te planken is, wil ik in mijn huis van witte hout planken. Je huis is ook van sandstone, maar ik heb nog maar 12 sandstone. Maar ik heb geen sandstone. Wat? Als ik aan het eten ben en geen sandstone heb. Oké, okay, bedankt om te weten. Bedankt voor die onnuttige informatie. Jij zei, dan zeg ik eten. Hallo, mens heeft koeien nodig in 10 uur. Had een middag eten al gemist. Maar niet middags terug. Middag eten. Heb je dat echt gemist? Nee, weet ik ook. Ik heb ook niet. Ben jij? Ik hou het niet beneden. Oké, bedankt. Kan ik er maar meer sterf mee maken? Kan ik mijn huisje niet afmaken? Bedankt hè. Oké. Okay. Gaan we naar boven. Ik moet even nog iets beneden doen, want ik heb drinken niet meer. En Johnny heeft drinken aan de hand. Ik ben weer terug. Wat is die heet boven? Oké, okay, ik ga... Die boven heet wat? Oké, okay, ga sandstone halen. Waarom ga power drill eigenlijk? Nou, nog niet genoeg. We hebben veel meer geld nodig. Ja, oké, okay, maar hebben alvast een begin. We beginnen er gewoon niet eens aan.
Dan begin ik in jouw huis. Ja, maar ik kan niet alles heen doen. Ik ga zand graven, want ik heb geen pickaxe. Pak je een steen of zo. Ja, dat vind je te lang duur, hè? Hey, nou weet ik waar bovenbenen voor gemaakt zijn. Ik ga altijd met steen. Ik weet waar bovenbenen voor gemaakt zijn. Om een flesje open te draaien, maar dat werkt niet echt. Wat Ja, dat klem je. Waar zijn voeten dan voor? Open, daar. Want de muis die drukken. Nee man. Deze cola smaakt anders. Wat is met je cola en met je drinken en met je chips en... Wat met je cola en met je drinken en met je chips en... Joh, die niet met volle mond praten, dat is onderleefd. Ja, met volle mond. Weet je dat we nu heel makkelijk diamonds kunnen krijgen als we willen? Gewoon met een veer op een bamboezel aan. Dus je vuurwerk. En dan? Oh nee, dat is op snowblok. Trouwens, dat bereiden we, dat bereiden, kun jij eigenlijk die shovel, nou trouwens, dat doen we daar zelf aan de vel. Dat doen we daar, joh. Dan gaan we verder met de weg aanleggen. We zijn aardig opgeschoten, hè? Nee. Vandaar, mijn huis is al af. Oh, heel wat, hele prestatie. Eén, huis af. Ja, bijna. Trouwens, mijn huis is niet eens af. Ik heb geen dak. Oké. Okay. Verder af is jouw huis. Ik heb niet zand nodig, ja. Ik heb sandstone nodig. Zand nodig. Zandsteen. Ja, maar waar haal je die zand eigenlijk? Ik heb het goud. Oké. Je gaat je nieuwe bron aanboren. Ja. Dat hij bijna uitgeput is. Denk jij, je kan wel 30 nog hier uit weghalen. Dat weet ik. Nog, hij is best wel ver al uitgeput. Er is al redelijk wat zand uitgekomen.
we zijn heel diep in graven. We kunnen daar gewoon een diamond mine van maken. Een bovengrondse diamond mine. Dat is gewoon normaal een mine. Ik vind het best om hier een mine van te maken. Huh? Nee. Heb je al power drills gemaakt? Natuurlijk was het genoeg hebben, anders heb je er niks op. En hij moet onder bot aangelegd worden. Nee. Je neemt de rails over de weg heen. Ja, of je zet hem op een railsje boven de grond, dat is leuk. Power. Ja, maar het is zeg maar alleen maar van A naar B, ja, van hier naar de mijn. Nee, dus kunnen langs je pad de rails neerleggen. Maar dan wel op paaltjes, dat is leuk. Ik kan daar vragen, want ik even mijn boom omhakken, dan kan ik een ontwerp maken. Er zijn heel zoveel mensen zijn die een hele mooie stad maken door een schrouw. Dan krijg je ook logischere gebouwen. In game mode, als je dan een stad bouwt, denk ik echt van, waar slaat dit? Ja, ik bedoel... Nee, maar ook de opstelling, zeg maar, van, dat had toch geen nut? Ik bedoel, dat farm is veel te klein en dat, die smederij is veel te groot of zo. Ik bedoel... De enige stad die goed gelukkig is gewonnen, was die village, met al die villages erin. Dat was echt gewoon zo, echt zo middeleeuws, dan met echt alles op elkaar. Ja, maar dat was echt een appartement wel geworden. Ja, dan hadden we 100 velletjes los. Hoeveel hadden we uiteindelijk losgelaten in 310, hè? Moet je voorstellen dat je daar gaat rondlopen en je een update hebt. Duurste winkelstraat van de wereld. Kom maar, ik heb dan. In de winkelstad. Ik heb een idee. Je winkelstraat, Jordi, dit is een winkelstad. Villages hierheen halen. Niet maar winkels. Hoe doe je dat? Eieren. Kom ik Ik heb een idee, we sluiten eerst op dat er meer zijn. Ik hoop alleen dat ze niet uitgenodigd zijn. Nee, ze zijn slim genoeg omdat je dus in een huisje. Daar in de buurt, dan zullen ze daar geen tobies hebben. Nee. Ga dan een onverdag naartoe. Dan zoek er een andere optie village. Ja? Ja, ik had er nog niet gevonden. Ja. Quote gezellig. Ik hoorde hem niet uit. Nee, trouwens, die NPC villages die in huisje zitten, die kunnen niet dood zijn, want het is allemaal op verhoging. Ja, of ze rennen allemaal buiten rond. Ik heb... Twee, vier, zes, acht, tien, elf stacks zand. Nee. Ga slapen alsjeblieft, ik ga even. Ik heb hem met 2,5 hartje. Ik ga hem even duren. Ik wil mijn gebouw beklemmen. Waar gaan we dan een treinstation maken? Skeletten zijn te druk bezig met verbranden. Maar Jordi, heb jij een plek voor het treinstation? Headquarters. Waar? Ja, trouwens. Hiernaast. Er komt toch een torentje langs waar je via in moet in, om in de townhall te komen. Ja, dat kan wel. Wie? Dat schaap staat hier heel de dag al. Gewoon echt 10 uur lang staat de schaap daar al. Nu zijn er 2. Hij vermenigvuldigt zich. Of het vermenigvuldigt zich. Hoe kijk ik aan die beesten zien dat de jongen van meisje is?
ons blok hout is nog steeds niet helemaal weggemind, hè? Nee. Wel helemaal vergroeid. Auw! Ouch! Ouch! Sterf. Hé, hey, dat zeg ik altijd. Ben ik weer aangevallen. Ik heb 2 stacks van sandstone en 1 stack van 40. Oké. Ga je dak nog ooit afmaken? Ga je dak nog ooit afmaken? Huh? Van waar? Ja, dat doe ik straks nog wel een keer. Ja, jongen, ik leg eerst eventjes die rails aan, dat we heel makkelijk daar gewoon jouw huis en alles kunnen bouwen. Waar leg je die rails dan neer? Op de eindkant. Op de grond overal. Nog lang is niet bij jou. Je moet nog het begin van het treinstation maken. Ja, je bent wel bij mij. Nee, hier. Ja, nou wel, maar ik ben nog niet daar. Maar je kunt het treinstation niet maken, want ik moet gebouwtjes maken. Ja, maar ik moet het precies... Die komt gewoon hier. Of ergens anders, ik weet het nog niet. Ja, dat is een normale boom op het eilandje. Ik denk wel, ik kan alvast naar jou toe komen. Dan kan ik alvast rails aanleggen. Oh, daar. Oké, dan ga ik alvast naar de mijn toe. Ben ben je dan? Mijn pad is een beetje scheef eigenlijk. Nou, pas. Pad. Hij komt niet in mijn duif. Dan wordt hij scheef aangelegd. Het gebouwtje in het midden is ook 3, dus. Oh. Dan leg je hem opnieuw aan. Leg je hem opnieuw aan. Ik heb echt gewoon random mijn pad neergelegd, hè. Ik heb 1 sandstone blokje vernietigd. Ik heb alle rails bij, hè? Dit was een gebouwtje waar je langs staat. Ik heb ook wel van de toren. En die moet een paar verdiepingen omhoog. Pad voor jou met 3 breed worden. Pad voor jou met 3 breed worden. Waar komt? Daar komt ook zo'n hele weg langs, hè?
Ja, maar dan kan hij tenminste door het gebouwtje in opbouwen. Misschien door het gebouw heen. Kun je zo'n bonkhoutdijk even wegmaken alsjeblieft? Ja. Ja. Ik denk bij hakken, maar... Wegvagen. Nu zou ik er niet aan ben een maandje nieuwe rails halen. Nee. Jij moet nog steeds power rails craften. Waar ben jij begonnen met leggen? Bij die plek. Ik moet naar mijn treinrailsontwerp kijken. Huh? Een treinontwerp. Ja, nee, ik bedoel die rails. Ik heb een helemaal specifiek ontwerpje gemaakt. Speciaal voor de... Ziet er best wel grappig uit. Van als je het opvult met gravel waarschijnlijk. Dan ziet het er nog beter uit. Dat heb je ook in het echt. Ik ga gelijk wat gravel halen. Ja. Okay. Dat is goed nieuws, want ik kan daar een lekker uit. Er zijn nog 19 blokjes rails blijven. Het is wanneer dat je rails en blokjes. Je bent één blokje. Ik tel in blokjes. Ja joh. Mijn hoofd is een blok. Ik ga gravel halen. Wil je in onze... Ah, hebben we... Nee, daar zit gravel op. Hm? Kun je even straks verlaten? Ja, hier in het gebouwtje direct zo veel gravel. Je wil naar mijn huis toe. Je ligt sowieso wel de hele tijd in mijn bed. Dat is onhygiënisch. Ja, eindelijk wel, want dat is mijn bed. Ik ga best verbranden. Ik heb hem naar een stoom bijgestuurd voordat hij vlekt. Ontsmetten. Ja. Heb jij bewijs van? Want jullie nog geen stoom rij hebben? Ik heb hem even laten luchten op het dak bij jou. Ik heb hem enkel in het water gegooid.
bovenop. Ik had hem een beetje afgebrand. Ik heb hem nieuw gemaakt. Ik ga weer pils leggen. Centimeter voor centimeter. Steeds meer rails. De tempo. Hebben we nog meer rails als deze op is? Nee, niet zo goed. Man. Jij had alle rails, ik heb nog nooit een schout in de level. Dus ja. Oké, dan zijn we beneden naar deze rails op. Ja, maar ik ben deze rails. Maak maar hout. Hè? Ja, verwacht, want daar heb ik echt genoeg. Ik ga verwacht. Ja, oké, hier hebben we hout. Bedankt. Iemand daarheen loopt. Oh, dit is zo lang, hè. Het probleem wat we kunnen hebben is dat er een ja, dat kart in de schaapbank valt. Ja, dat is hier zo. Waar is dat? Hier, hè. Oh ja, daar gaat hij recht doorheen. Op dit puntje? Gaat hij recht doorheen. Nee. Gaat hij van die plek naar die, over het water heen dan? Nee, dit puntje moet niet op. Daar moet je niet op bouwen, dat is het sheep estate gedeelte. Hoezo sheep estate? We hebben zelf amper ruimte. We gaan die schapen naar eiland geven. Mijn schapen is mijn vriend. Schapen ook. Dat is niet mijn probleem. Je hebt wel je eigen plek. Ik heb ook geen eigen plek. Je huis. Waar? Maar je hebt net gebouwd, hè? Jij niet. Jee, meer hout. Ik moet alle hout doen. Mijn game is wel. Oké. Afwekken. Nee, maar een grapje. U zegt wij draaien. Wat wil ik u vragen? Wat doen we er allemaal mee? Zo wij. Gewoon, jij doet toch ook. Je draait toch ook, je bent toch ook aan het bouwen. Wat doe ik? Dan draai jij ook. Ja. Hm? Ik wil een snel transportband hebben. Ik ben een transportband. Dat heb je niet in Minecraft. Dat kan niet. Damn it. Die ging dood. Zal ik er helemaal langs de zijkant ook nog gravel langs laten lopen of Dat lijkt me niet mooi. Dat zei je dan met de houten vloer. Doe je met hout ook aan de zijkant? Doe met de hout. Ja, er zitten wat ook van die balken, maar kijk, daar zit er ook tussen die balken gewoon een beetje gravel. Dus ik kan helemaal zo'n lange lijn er nog langs af laten gaan. Kan altijd nog. Dat is wel lang
zou het doodgaan. Wat de heck, ik ben allemaal materiaal kwijt. Oh, je maakt zo. Kom jij helpen me eens zoeken? Ik ben allemaal sters kwijt en heel veel houten planken en heel veel gravel. En mijn hakbijl. Nee, maar ze doen. Je spullen nou nog steeds uit elkaar of. Ja, ja deze. In de kakkers. Nope. En? Wat de. Oké, nog eens een keer goed. Moet in je bek kijken. Ja. Huh? Ik heb het eigenlijk niet. Ik heb die pijn. Ik heb een kwart. Zombies kunnen items oppakken. Fuck, dat ging al ons gravel. Dat is zo nieuw. Hm? Kunnen even gaan halen, kunnen even kelvel gaan halen. Oké. Okay. Ik heb heel veel hout. En al ons hout is weg. Zeg maar. Mogen we er nu in, misschien zie je het alleen. En mijn hakbel is weg, ja. Nee, het ligt er gewoon niet, het is weg. Dat is wat gebeurd. Nee, dat is niet. En hier is de rails kapot. Enderman. Oh, dat is wel handig dat ik het langs travel zeg daar. Ik denk dat het kan houden. Wel. Oh, dan kunnen we straks veel sneller graven. Blazen we gewoon het op. Vanuit de mijn. Ik moet altijd de wind houden. Wel één stack. Hoeveel hadden we? Oké, dat is dan een begin. Ik veel, anderhalve stack. Die ging dood. Nog net geen door die cactus. Wel te weinig gunpowder. Nu heb ik weer anderhalve stack. En alleen naar het begin van onze mijn gehaald. Ja. Ja, dat was gewoon. Echt.
Er is zoveel nog. Ik wil even slapen. Ja, even slapen. En een beetje uit de richting. Ik ook niet. Maar goed ook. Want anders was ik het net misschien kwijt geweest. Ben er. Oké, maak je gravel. Bedankt. Bedankt. Kan ik wel even mee vooruit. Je mag geen gravel steps kan. Gravel slabs. Steps. Maar hoe zou je het vinden? Kijk dan joh, die had ik nog eens zo aan te leggen. Nee, dat ziet er niet uit. Laat maar. Ik zit je deel te volgen. Maar. Maar ik ben misschien weer dood. Heel grappig, Jordi. Ik wil ook een iron cannon in onze stad. Iron cannon. Wat? Je hebt meer Star Wars dingen dan mij, hoor. Ja, met je Star Wars altijd. Hm? Ik ken, jij praat er meer over. Jij praat er al over. Echt wel. Nu nog officieel een half uur. Oké. Okay. Hm? En onofficieel? 25 minuten. En onofficieel? Aftellen is begonnen. Oké, okay, een Enderman hier trept hem. 29. Is dat jij alvast de glazen vuurwerkshow op? Mhm. Waarom ga je deze kant op? Ga je toch via S-Sheep-S-Land? Hm? Daarom. Ja. Mannen zijn veranderd. Ik kan dan veel beter recht daar doorheen gaan. Dat scheelt tijd. En die voorbij het ziet er leuk uit als we daar een bruggetje hebben. Met de trein overheen gaat. Ja, hadden we wel. Waar we nog geen enkel blok voor hebben. Meer. Dat heb ik omgevormd weer terug. We hebben helemaal gepiet dat als snelheid weg. Shit, ik wou het heel verkeerd nou. Zijn ouderwets stoomkracht maken. Dat is geen grapje. Ja, heel grappig hoor. Kun je nog wel hout komen brengen of eigenlijk een ster? Maar ja, ik ben niet bij een werkplekje. Dat hoeft niet. Doe maar ster. Ik heb de hek. Oké, de rails heb ik neergelegd zover als ik kan.
apparatuur. En jij maar zeggen dat wij niet kunnen 10 minuten verder. En maar niet geloven, hè, Nicky? Ja. Eigenlijk zijn we nog zinvoller bezig geweest als anders. Anders bouwen we hier een huis, daar, iets waar je zin hebt. Maar eigenlijk planten we dan gewoon een heel de wereld. Eigenlijk maken we dan een huis groter dan het hele dorp. Keertje leuk, dat jullie vaak wel niet hebben gedaan. Ja, dat is ook wel een keertje leuk. Alleen, dit is een... Oh. Nou. Nee, dit hier. Ja. Het is wel leuker als je veel mensen hebt. Ja, maar anders moet je allemaal uitleggen aan die mensen, ja. Bij een 5 uur episode. Gewoon een keer misschien wel. En dan kunnen ze gewoon komen en gaan wanneer ze bellen. Moet je dat filmen? Zoiets als een server. Dan filmen we alles wat ze doen. Je moet ze wel luisteren. Cheaten kunnen ze niet. Als je brieven zien we het ook meteen. Ik hou hem denk ik gewoon offline deze level door de stad af hebben. Doen de meesten ook niet. Ja, dan kunnen mensen kiezen om een huisje in de stad hebben of ja, ze zelf gewoon vertrekken. Of een VIP en Ik ook niet? Nee, ik heb niet meer. Ik ben door het gravel heen. Kun je meer inhalen? Dan moet je toch een bericht maken. Oh shit. Haal nieuwe. Ik maak wel de ingang waar die kracht in moet bij je dadelijk. Het is goed dat je hier weer het land opkomt, waar ik nu sta. Ja, dat is waar, daar. Ja, even kijken hoe het eruit komt dan, hè, met alles. Hier moet je dan weer dus de baan precies uitkomt. Ja. Nee, je doet het goed. Maar dan komt ook iets. Dan ga ik vanaf hier verder bouwen, want hier komt zo dan een bruggetje. Meteen. Denk daar even aan, die balkje zo. Nee, maar dan ga ik nog eentje verder omhoog dan we eronder door kunnen. Ik ook niet? Ja, ik begin een beetje moe te worden. Zeg minder zin hebben. Ja, ik begin steeds surfer te worden. Nee, ik moet surfen. Ik heb er echt hartstikke veel zin in, maar het is gewoon... Ja, ik wil wel, ik kan niet, ik ben te moe, zeg maar. Dat kunnen we niet, 10 uur. Maar als ik wil, oké, 5 uur, oké. Perfect. De meeste doen we... Ja. Maar hou niet eens... Dat was net het begin, toen ik nog niet wist dat wat Roblox was. Toen is de enige keer dat we ooit misschien 10 uur hebben geminecraft. Ja, dan wil je iedere 30 seconden aan de lamp opstarten.
station is boven in het spoorbeleid. Dan loop je nog naar boven. Is dat goed? Omdat die ook het gebouw in gaat. Die komt ook gewoon zo'n muur. En dan maken we gewoon een gat in de muur met een piste die afsluitbaar is. Oh ja, een muur komt hier doorheen. Ja, hier rechts komt ook een muur of zo. Kijk, hij komt hier zo in. Ja. Dan maak je zo'n klein spleetje waar dat ding doorheen kan en dan die je af kan sluiten. Ik maak... S'nachts niet van alles doorheen komt. Help. Oké, nou ben ik boos op jou. Sterf. Hij is dood. Slapen, ik ben je ook. Dit is nou een nacht. Ja, goed idee. Dan lijkt die niet. Iets verder op net. Hey, ik heb een mushroom voor de deur. Yes! Eindelijk die rode mushroom in de koeien. Jee, ja, serieus, de rode begint ook te groeien. Kom je daar, houd je op me groeien. Nog een mushroom, dat is daar. Er zijn echt zoveel crafting tables staan aan de dak overal, hè, als we doorgaan. Nee. Dat is altijd. Ja, in onze tafel en in onze zelfs. Mijn huis had toch twee? Ja, één als... Bij 20 minuutjes of zo. Maar hoe lang filmen we nog? Oké, nog 20 minuten. Of zo. Om te weten. Almost done. Ik val mijn laptop uit zo vlak voor de routine wil halen. Zoiets. Zoiets. Mijn vader heeft mijn laptop echt gewoon iets van 5 dagen afgemaakt. Dat niet. Omdat ik ondertussen aan het uploaden was, en heb ik hem niet uit kunnen zetten. En ik viel ook echt slaap op dat laptop. Dat is gewoon moe. Ik moet je voor de fun een keer doen. Gewoon in slaap als je aan het computer gaat. Gewoon leuk. Waarom dan? De materiaal, deze palen moeten eigenlijk ook iets anders worden gemaakt van hout zelf, van de houten boomstammen. Oh ja, dat heb ik niet gezien, heb ik. Ja, die brug omhoog houden. Ik heb ook de brug niet gezien. Ik citeer het probleem met het gebouwtje zelf. Hier binnen rijdt hij even over de deur tegen hem, want anders gaat het niet.
Lekker. Ja, man, denk ik, ah nee, dat valt hier uit de film. Ja. Ik heb geen witvloed meer. Dit is allemaal op. Ja. Echt. Ander hout ook al. Ja, jij moet hem met de beste naar boven komen. Het is een houtloos. Moet ik ook je pootje niet opmaken. Ah. Je kunt al voor rails kunnen kan ik hem net aanleggen. Dat heb ik dan precies af. Precies tot de rails kan helemaal naar het huisje. Helemaal perfect. Godsamme, daar val ik in. Follow the leader, leader, leader. Blijf wel faal vandaag, hè? Paul, faal, whatever, de leader. Follow the leader, leader, leader. Paul, veel of de leader. Zo, so, die is af. Dat ik klaar ga maken voor de vuurwerkje. Hebben we eigenlijk een glas leeg? Twee is genoeg. Ja, en één overzet nog een beetje. Jij kan dat vuurwerk niet doen, want jij moet dat filmen. Ik moet witte boel laten, ik kan wel kleur vuurwerk. Maar dat gaan we niet doen, want dan krijg je al dat wolven. Dat is niet handig. Andere vuurwerk, daar houdt zo'n irritante wol, altijd irritante bijspul over, al die items. Ja. De andere die geeft XP, die niet als XP geteld wordt. Dat moet je niet te doen. Ja. Dat lijkt niet hem. Als je van 100 gaat vechten, dan gebeurt dat ook. Of te veel botters of enchant neergooit. En dan bezig met de rails. Maar ook die blokken, ja, ik leg die blokken ook over de brug heen, hè? Nee. Stap op de deurpaal. Vlieg je dan over in mijn game mode? 10 uur werk. Zie je hoeveel hout. Dat kunnen we ook doen een keer. Hoeveel sandstone, hoe lang dat duurt, hoeveel bricks, dat is al best wel bricks. Dit is 10 uur werk. Mensen zullen zeggen, oh, dat is weinig. Maar we deden rustig aan, hè? We hebben hier, oh snel, dat gaan we doen, dat gaan we doen. We hebben het relax gedaan, we hebben monsters gevlochten, vormen we maar. Hè? Discussies gehouden. Ja, dat doen we nog. Gediscussieerd over hoe het eruit moest komen te zien. Omdat ik niet veel kon. Dat doen we ook altijd. Daar ben ik niet meer om. De sandstone verzamelen duurt ook best lang. Want ik weet niet of ik mijn huis aan het bouwen was. Dat is ook wel mijn. Cool, dat is ook een hele tijd echt een. We willen hier gewoon echt werkend iets hebben, zeg maar. Dit hebben we er nog wel lang voor. Gewoon. Ja, we maken hier let's plays. Je gaat me gewoon anders een let's play doen. Ja, we hebben gezegd, iedere maand komt er een let's play van dit van. Zou ik zeggen, 20 minuten, 10, 20 tot 15 minuten tussen daarin.
een let's play zo. Die kunnen we misschien wel per week doen. Ja. Per maand eentje van 5 uur. En vakanties als we kunnen 10 uur. Als we dan geen kijkers krijgen, dan weet ik het ook niet meer. En als we dan geen kijkers krijgen, dan maakt het me helemaal niks uit. Want ik vind het gewoon leuk om filmpjes te maken. Ik ook niet. Nou. Ik vind dat gewoon leuk. Ik ben een keertje niet met iets bezig. Ik ben een keertje met iets bezig waar ik geen tijdje bij heb. Of met een feit. Dit is echt niet 1, 2, 3 heel makkelijk zoveel te krijgen. Dat doe ik dit niet. Al helemaal niet breaks. Kijk hoeveel steen dit is. Allemaal slabs en steen. Wat kreeg ik maar. Kijk, breaks. Nee, dat is wel makkelijk te krijgen, maar we hadden gewoon de hele tijd geen steen kon bij de hand. We zijn met z'n tweeën. Ja, maar normaal heb je ook altijd één farmer, één builder, één miner. Hm. Ja, dat weet ik, maar normaal dan gaat de ene vriend die gaat farmen, die houdt daar niet door kunnen. Dan voedsel tekort, de andere die gaat minen met z'n twee bijvoorbeeld. We zijn ook een half uur bezig. De andere gaan bouwen, de andere gaat het hout daar houden. Ja, hout. Die ja. Wachten, kijk hoeveel hout en dichte bouwen. Met hout zoeken. Kijk naar boven, zijn en dan van dit hout ook nog, ja, zei ik bedoel. Dan, oh ja, dit, hier zit de kip. Hey, dit is wat die boom zelf heb gekweekt, maar als je die boom ook niet moet gaan zoeken, heb je die rennen niet gekweekt. Waar? Nee. Nee, dat is niet jouw slaapkamer, dat is daar. In mijn slaapkamer? In het kasteel? Dat is de rails. Waar? Oh, deze had een directe verbinding met dit. Waarvoor is dit? Die gaat er ook overheen. Die komt hier naar. Het is donker. Ja, het was donker. Nee, dit verandert ook nog. Leuk dat het nacht is. Scherm ons af en een bouw. Je hebt een idee, we bouwen even gewoon een zandpoortje of iets. We zetten het gebied met toortjes. Gaan we nog even lullen, weet je wel. Ik ga toortjes halen. Je moet één veer pakken, anders heb jij veren? Iets anders, dat moet je niet hebben. Hij is in de kist in dit is. Moet je even één veer, waar lag die? Twee veren. Oké, Kijk, hebben we nou echt nog geen normale toortjes? Werk, om de constant aan het beeld te doen. Dus voor het eerst. We zijn eigenlijk best wel lang bezig geweest met bepaalde dingen. Ja, maar er zijn ook dingen die gewoon echt irritant te krijgen zijn. Weet je hoeveel sandstone er is? Ja, met bepaalde hele simpele dingen. Als je nagedacht dat we van zand hebben gemaakt, dan moet je nagedacht dat er redelijk veel zand is. Net uit of de achtergrond van mijn time 17. Mijn meer. Hoeveel Samsung zou er in het gebouw zetten? 5 stacks, hè? Je hebt zelf een veel stacks gehaald. Nee, 8 denk ik. Gewoon 8. 10 stacks, ga ik even uitrekenen. Dat hoef ik niet zo, dat is gewoon... Ja, 600. Ja. Dat is redelijk waar. Dat vind ik wel zand. Ik wel. Ik heb nog nooit zoveel zand gegraven eigenlijk. Ik heb nog nooit in survival zo gebouwd, dit gebouwd.
We hebben ook eigenlijk nog nooit zo'n mijn gemaakt. Ik heb in Survival zelfs een keer een stadje proberen te bouwen. Dat was kleiner als dit, dus minder erin gebouwd. In een... Dat moet Nicky nog weten. Nee, daar was Nicky niet bij zien. Ongeveer 15 uur of zo. Was kleiner als dit en er was zelfs de helft in creator. En we waren met z'n vijven. Waar Rob en ik die... Jawel, oh ja, dat stadje. Met waar die... uiteindelijk heel groot was. Waar Rob en ik die adventure map van maken. Die zap... Daar had ik die boot in gemaakt. Oh ja, dat die afstand kwam. Dat ook wel echt gebeurd. Ja, daar had ik zo'n huge boot in gemaakt waar ik een nachtmerrie s'nachts over had gehad. Omdat ik de hele dag erop bezig was om mensen van mijn boot af te... Sorry, omdat ik de hele dag erop bezig was om mensen van mijn boot af te halen. Niemand wilde opblazen. Daar zo, waar ik nu naar kijk. Waar is die? Er zit een zombie achter alleen. Kijk uit, er zitten zombies en skeletten. Dat noem jij verlichting. Oh, we krijgen eerst nog een kleine epic battle tussen zombies en Nicky. Kijk uit Nicky, zijkant. Go Nicky. Stap zijn neus, Ben je dood? Nieuw. Kom op, ik heb niet meer lang te filmen. Ik heb niet zo lang meer te filmen. Nee. Wat? Ja, schiet dan met een weet ik verhaal op. Voordat die skelet in die achterhoofd van die zombie kwam, was ik daar vanaf. Wat zei je? Over het worden nog steeds meer? En is er nog eens. We zijn allemaal dood. Komt toch opeens iemand uit het gat gelopen? Ja, ja, let ik had maar. Ga dan maar een show doen, want anders... Wat deed je dan? Let's go! Sorry, dat vond ik belangrijk. Dan kill ik ze toch gewoon weer allemaal. Oké, ja. Wacht even verlichting. I don't wanna die again. Ja, dat is niet leuk. Kijk, dat is dan weer 3 minuten werk voor Nicky. Ja. Ja. Oké, dan beginnen we dan, hè. Dit is het einde, hè? Nou, Nicky, helemaal speciaal, jongen. Hallo, nog 3 minuten. Ja. Dan gaan we dan, hè. Firewalk. Hey, rustig, niet zoveel! Training, HP, hallelujah, training, HP, oh yeah. En dan mag je stoppen, dan ben je niet te lekker. Oh nee, nu moet je stoppen. En nu gaat de finale, hè? Ja! Yay! Nog 2 minuten! Aan opruimen! Ruim op, Nicky! Jij hebt het goed gemaakt. Nee, een blij varken! Oh. Hij is ook komen kijken. Kijk uit achter je skelet. Nee, je meent het. Waar komt niet vandaan? Jij hapert een klein beetje hard. 10 uur film. Ik hoop dat het 10 uur is, anders gaan we gewoon nog verder. Want we hebben nou, ik heb... Nou, jullie hebben een voorproefje gehad over ongeveer een grote finale. Er zijn 12 uur lange... Ja, we moeten sowieso... Auw! Kan niet anders.
Of ik heb iets fout gedaan. Nee. Maar de schijf is volgende week zeker. Nee, die pikkie had je ook nog beter. Nee. Yay, Peggy! En we zadel. Nee, je kan ook niet. Kan ik op hem staan? Ik kan hem niet meer zien. Can I ride him? Nou ja. Nou, ja, moet je op elkaar staan. Dat is jammer, Roblox zou je wel hebben gekend. Ik moet nog op gaan staan. Ja jongens, hou me even. Nee, ik ga niet staan. Okay. Dat is wel Minecraft ideaal zijn voor bouwen. Ja, dan kun je niet op elkaar staan, maar je bent twee blokjes hoog. Moet je opstappen. Ik ken niet bij die oor. Moet je één opstapje maken en dan rennen alleen maar mensen zo en dan heb je een trap. Ja. Iedereen oeh. Zo'n piramidevorm. Je hebt pas één kant gehad. Hè? Ja. Hoe gaan die dingen liggen dan nog? Die ding opruimt. Zijn we nog steeds aan het filmen? Hé, Creeper komt ook helpen. Zijn we nog steeds aan het filmen of... Kijk, we gaan de zon. Waar? Je deur wordt eruit je map. Ook daar. Ah ja, die verbrandt zo wel. Zons op kan kijken en dan sluit ik al. Ja, sluit ik af. Dan stop ik dan. Hè? Nee, maar dat in de volgende level zie je waarschijnlijk al onze vrienden. Nog een paar. Nee, daar houden ze niet vol. Denk alleen niet. Maar net zolang als wij aan het bezig zijn, maar ja. Eindelijk. Misschien dat ze even erbij komen en dan weer trekken en dan weer erbij. Als het 11 uur is. Ligt hij toch veel van dat spul. Huh? Oh man. Hoe moet ik dat? Nee joh, dat verdwijnt wel. Moet ik de zeebodem opruimen? We hebben 10 uur gehad als het niet meer is. Moet ik de zeebodem opruimen? Ik hoop 10 uur. Ik kan het niet zien, ik kan het niet bijhouden. Maar grapje, we zijn nog niet weg, we hebben nog een afterparty, yeah! We moeten een discozaal maken. Ik weet een coole vloer, ik weet serieus een coole vloer. Ik heb die ook gemaakt in een andere map. Rest de lampen, met dat pressure plate ertussen. Ja. Daar heb ik bij iemand eerder al gezien, maar goed. Good boy Fox? Ja, hoe weet je dat? Omdat ik die livestream aan het kijken was. Omdat jij daar zei, je moet het zien! Toen zei ik, oké! Dan moeten we alle troep opruimen van die Nicky heeft gemaakt. Ja, ik heb dat eventjes net nog met heel opgestoppen. En toen heb ik het halve level afgebroken, want dat zit dan over gaten. Ja. Oké. Kwam dit nou een stukje? Ja, dit stukje naar de aftiteling. We doen de tweede aftiteling maar, met mensen die spelen in deze, in dit gedeelte van het filmpje. Edited by Jordi. Directed by Jordi. Sponsored by Jordi. Je vindt hem by Jordi. Je vindt eigenlijk wel hè. Je vindt hem op computer van Jordi. Je upload door camera Jordi. Work Jordi. Uitgever Jordi. Wij rond Nicky. Niemand. Hè? Teksten. Iedereen. De teksten. Nicky en Jordi. Wat er gezegd moest worden. Spontaan uit Jordi's mond gekomen. Ja. Ja, sowieso. Nou is jouw muur nog steeds niet af. Meen ik. Hij is wel al overwoekerd onderhand. Yeah, man. Oh, yeah. Jee, ik pak de XP van de muur af. Ah. Is nou bijna opruim? Het is niet echt een afterparty, dit is meer een afteropruim.
We proberen de volgende keer genoeg rent in de glowstone te verzamelen dat we een afterparty kunnen doen. Maar dan gaan we ook met meer, hè, verzamelen. Ja. Kijk, als wij nou met z'n allen hier komen, we vinden allemaal 50 redstone. Ja. Dan hebben we 5 stacks of 6 redstone. Nee. Niet meer. Of allemaal 1 stack redstone. Ik durf niet te pakken met je skelet. Ik denk dat die tijd zo... Pjong, push, dood. Throwing. Hangerik. Kijk, Nicky, let op. Throwing axe. Die. Oké, die was gruwelijk mis. Oh, ouch. Een headshot. Sorry. Auw! Kom niet doen, ik ben bijna dood. Schielijk einde. Er valt nog steeds allemaal XP het water in. Yeah. Wat dan vandaan? It's still raining XP. Nee, oh ja, en ik heb op de vuurwerktafel gemopt, want Nicky kon niet stoppen. Jezus, ik kan niet irriteren. Wow, de zee is één grote groene zee. Bliep. Ik op de bodem. Er ligt heel veel op de bodem. Als het goud was, jongen. Oh jee, yeah, gold erts. Wat? Gold divers. Ja. Maar dit is serieus het einde van ons filmpje, want nou weet ik zeker dat we 10 uur hebben gehaald. We zien hier nog een keer de aftiteling, nee grapje. Laat de aftiteling gewoon, zeg maar, de achtergrond dit en wat wij aan het doen zijn, en dan gewoon de aftiteling recht doorheen. Hoe wil ik dat doen? Ik ben niet zo goed in editen, hè? Wij kennen mensen die daar zo goed in zijn. Maar dit is echt het einde nu. En ja. Nog steeds, eindelijk. Ja, dit is echt het einde. Dus, dan zien we jullie gewoon. Dan zien we het nou voor de volgende keer. Ja? Voor de volgende keer. Houdoe. Later.